皆さん、はじめまして。私はナイスフィデオです。私はナイスフィデオです。コメントをお待ちしております。動画をご覧になりがとうございます。Om eerlijk te zijn, je moet wel een heel hoog IQ hebben om een grap te begrijpen. De Japanse taal is erg subtiel en zonder ervaring met de Japanse taal zullen de meeste grappen over je hoofd vliegen. Ook is er het gebruik van wa. Dit betrekking tot de ingewikkelde grammatica van de Japanse taal. Deze taal is veel beïnvloed van buitenaf door talen als Chinees en Engels. De Japanse taaldeskundigen begrijpen dit. Ze hebben de intellectuele capaciteit om de humor te kunnen waarderen. Het is niet alleen grappig, maar het is ook wat over de diepere betekenis van het leven. Bijvoorbeeld de zin van Thomas Stepka, die luidt Watashi wa nice video desu, is een cryptische referentie door leenwoorden uit Engelse taal. Ik ben op een moment aan het grijnzen, denkend aan deze simpele mensen die hun hoofd krabben in verwarring wanneer Thomas Stepka zijn briljant talent laat zien in de YouTube reacties. Wat een dwaze, ik heb medelijden met hem. Ja, ik heb een tattoo met Japanse kanji en nee, je mag hem niet zien. Het is alleen voor de ogen van de dames. En zij moeten eerst demonstreren dat ze binnen 5 IQ-punten van mij vandaan zijn. Bij voorkeur lager. Oh, Holland 大好きです。よろしくお願いします。